heel Nederland zich voorbereidt op het coronavirusgebeuren, of aan het indammen is, is men in Dedemsvaart bezig met een andere vijand. Dat is de processierups. En er worden nu nestkastjes uitgedeeld aan gegadigden. Meneer en mevrouw, mag ik even wat vragen over die kastje, dat kastje? Nee? Fijne dag nog. Meneer Dijk van de gemeente Hardenberg, uitgavenpunt van nestkastjes. Hoeveel belangstellenden zijn er? Er zijn er voor Dedemsvaart meer dan 200. Zo? Ja. En voor de rest van de gemeente, bent u daar ook mee bekend? Daar ben ik zo niet mee bekend. Nee. En waarom zet de gemeente nestkastjes in? Even voor de beeldvorming. Dat is om te zorgen dat er koolmeesjes komen. Die dan richting de rupsen gaan, de eikenprocessierupsen. Ja. En dan de koolmeesjes die pakken die rupsen aan. De gemeente doet wat preventief als dat mogelijk is. En zorgen dat de biodiversiteit onder de bomen op peil komt. Oké. Dus met vlinders en dat soort dingen. En dat is al bewezen dat dat werkt? Er zijn proeven dat het op zo'n manier werkt. Oké. Ja. En die kastjes even dichterbij bekijken. Ja, hoe zien ze eruit en hoe werkt het eigenlijk en wie heeft ze gemaakt? Hoe moet je ze op? Moet je ze ook nog op een bepaalde manier ophangen? Ze zijn gemaakt door Pro Hardenberg. Oh ja, Pro Hardenberg, ja. En hoeveel zijn er gemaakt voor de gemeente? Ik zou zo niet weten wat Pro Hardenberg voor de gemeente gemaakt heeft. Okay, okay. Maar voor deze sfeer zijn er al meer dan 200. Ja, en hoe moeten we ze precies ophangen? Wel zo dat het niet echt in de volle regen hangt. Ja. Dat ze droog blijven van binnen. Ja. En dan niet te dicht bij elkaar. Oké. Okay. Ik zou ze meer dan 10 meter uit elkaar hangen. En moeten ze aan een bepaalde specifieke boom opgehangen worden ook nog? Een eikenboom misschien? Nee, ze kunnen aan elke boom opgehangen worden. Oké. Ja. Die vogels vliegen wel rond en die zoeken ergens anders wel de rupsen. En dan maar hopen dat de vogels er een nestje in bouwen? Ja, en dat ze dan te goed doen aan de rupsen. Ja. En dat dan, ze ons meehelpen. En dan zijn we van het probleem af, want is het echt een groot probleem? Het veroorzaakt overlast. Overlast. Ja. Behalve jeuk bij mensen veroorzaakt het nog meer? Dieren kunnen er last van krijgen. Ja, oké. Okay. Ja, het is... Het is gewoon lastig. Het is iets anders dan het coronavirus, maar het is in ieder geval ook vervelend. Heel anders, het is gewoon vervelend. De actie wordt nu ingezet omdat het nu het juiste moment is. We kunnen ze nu al direct gaan ophangen. De nestkastjes, ik zou ze direct ophangen. Ja. Omdat de vogels die zoeken al nestgelegenheid. Dus hoe eerder, hoe beter. Oké, bedankt voor uw commentaar. Een nestkastje opgehaald. Yes, zeker. Ja, wat is de motivatie trouwens? Nou, we hebben eikenbomen voor ons huis staan. Ja. En die zaten vorig jaar helemaal vol met eikenprocessierups. Zo. Van onder tot boven. En mooie reden om er eentje op te halen. Ja, en u gelooft er wel in dat het gaat werken? Jazeker. Ja. Oké, nou succes. We zijn benieuwd wat het resultaat is. Dag.